Welkom bij de Gadget Dudes. In deze aflevering het opvallendste gadget nieuws met onder andere USB 3.1 type C, oplaadpunten in Londense telefooncellen, het laatste Apple nieuws, we hebben de Uber Gadget Dude van de week, Ed Baars, we beantwoorden vragen van kijkers en we gaan mijn eigen stereo-installatie opknappen. We zitten dus bommetje vol, dus laten we maar snel beginnen. Als je iets met gadgets doet, kijk dan naar de Gadget Dude. Laatste gadget nieuws zie je bij de Gadget Dudes. Hij is Tom. En hij is Quinn. En samen zijn wij de Gadget Dudes. Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen tijd op het gebied van gadgets. Dus laten we maar snel naar het nieuws gaan. Onlangs was er een conferentie van Intel. En daar presenteerden ze een nieuwe USB-standaard. USB 3.1 type C. En je weet toch wel, Tom, hoe je met een USB-kabeltje, dat je daar drie verschillende standen van hebt. Je stopt hem erin, dan past hij niet. Dan draai je hem om, dan past hij weer niet. En als je hem dan weer omdraait, dan past hij pas. Ja, dat zo werkt dat, ja. Zo heb jij dat ook altijd. Ja. Nou, het mooie met deze kabel is dat dat niet meer het geval kan zijn. Want hoe je hem er ook in doet, hij doet het. Geen mannetje en geen vrouwtje meer. Zijn het geen twee verschillende stekkertjes meer. Hij past altijd, hoe je de kabel er ook in doet, in de apparaten. Je sluit hem op je laptop aan en daarmee kan je hem bijvoorbeeld harde schijven mee aansluiten. Maar ook bijvoorbeeld beeldschermen. Want hij heeft een bandbreedte die net zo groot is als HDMI 1.4. En dat betekent dat hij ongeveer iets meer dan 4K beeldschermkwaliteit kan overzenden. Op 30 frames per seconde. Kijk. Dus dat is wel erg handig. Daarbij de snelheid is ongeveer net zo hoog als Thunderbolt. Of eigenlijk net zo hoog en dat is 10 gigabit per seconde. Nou, dat is bijna je eigen harde schijf die in je computer zelf zit. Dus dat is bijna geen verschil meer. En dat betekent dat het ongeveer 2 keer sneller is dan USB 3 en 20 keer sneller dan USB 2. Kijk. Dus dat is een grote snelheidswinst. Daarbij kan die heleboel apparaten van stroom voorzien. En dat heb je nu een beetje met USB natuurlijk en met Thunderbolt ook van Apple. Maar dit wordt echt wel een stuk anders, want hij kan apparaten van 5, 12 en 20 volt voorzien. Bovendien heeft hij een vermogen van 100 watt. Nou, en dat betekent dus dat je binnenkort met één kabel een beeldscherm kan aansluiten, informatie kan sturen en van stroom voorzien. Dus eindelijk is de draden spaghetti achter je bureau, komt misschien een eind aan met deze nieuwe standaard. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Dat zou inderdaad heel erg fijn zijn. Dus dat is. Ik kijk er heel erg naar uit. Dat lijkt me een prachtige nieuwe uitvinding. Oh, ik kan niet wachten. Ja, ik kan niet wachten. Zo is dat. Dan heb ik een nieuwtje uit Londen, want namelijk van de London School of Economics hebben twee studenten een enorm leuke uitvinding bedacht om de oude rode telefooncellen weer te hergebruiken. Wat gaan ze mee doen? Ze hebben nu bedacht om in die telefooncel een oplader voor je mobiele telefoon te plaatsen op zonne-energie. Dat is handig. En dat is natuurlijk super handig als je op straat loopt en telefoon leeg, wat ga je doen? Nou, je kan dus gewoon even zo'n telefooncel instappen, je prikt hem erin. En je moet 15 minuutjes wachten. Het is natuurlijk niet tot heel je telefoon opgeladen wordt. Maar gewoon eventjes zo een paar procentjes erbij. Zodat je weer eventjes in ieder geval tot aan huis met je telefoon kan doen. Lijkt me vooral voor de dames misschien wat later op de avond wel prettig. Om in ieder geval een opgeladen telefoon bij je te hebben. En dan in de tijd dat je staat te wachten in de telefooncel heb je een schermpje voor je neus. Daar worden advertenties op vertoond. Okay. Dus er zit ook nog een commerciële waarde aan. En op die manier heb je dus niet dat de oude gore telefooncellen helemaal weer verpieteren eigenlijk in het straatbeeld. Maar we krijgen gewoon een mooie nieuwe bestemming eigenlijk. Ja. Ja. En zien ze hetzelfde uit als de normale telefooncellen? Nee, ze worden wel iets anders. Ander kleurtje. Oh. En wat voor kleur worden ze? Groen. Oké. Okay. Ja, ja. Mooi hè? Ja. Ja. Nee, dat is weer gewoon even wat anders. En dus dan zijn ze ook wel herkenbaar als zijnde van daar kan je je telefoon opladen. Oké. Okay. Dus dan hoef je ook niet te vergissen met die rode. Ze blijven een stuk schoner, want er is een deal gemaakt in de buurt, zodat gewoon de buurt schoonmaakploegen de boel schoonhouden. Okay. Want er schijnt bij de rode schijnt nogal vol te hangen met allerlei viezigheid van de mensen die hun boeltje niet op kunnen houden. Dus daar een plekje voor zoeken. Nou ja, dat willen ze gewoon voorkomen. Dus ze sluiten ze goed af en ze houden ze lekker schoon. En dan, okay. Zo kunnen ze helemaal hergebruiken. Prachtig! Mooi! Onlangs werden we verrast door een totaal nieuwe versie van Windows.
Windows 10. Hè? De laatste versie die we hiervoor hadden gehad was Windows 8.1. Dus iedereen verwachtte dat het Windows 9 zou gaan heten. Maar dus niet. Hè? Microsoft's wegen zijn ondergrondelijk. En dat betekende dat Windows ineens Windows 10 ging heten. Het was wel de reden voor mij dat ik nooit meer het rekenmachientje gebruik uit Windows. Want ja, optellen kunnen ze niet. Blijkbaar. Optellen kunnen ze niet. Als je ook sowieso de hele lijst van de Windows versies van nu toe, van 3.11, 95, 98, Vista, Mi, wat heb je nog meer allemaal gehad? 7, 8.1 en dan nu 10. Dus ja, het is sowieso een beetje een rommeltje. De mensen van Microsoft hadden de grap dat het zo'n grote stap vooruit was dat ze wel twee stappen... Ze konden wel een stapje overslaan. Ze konden wel een stapje overslaan. Ja. Betwijfel ik, want daarbij zeiden ze ook dat dat Windows 10 de beste spullen had, of de beste onderdelen had van Windows 7 en Windows 8 bij elkaar. Dus dat had betekend bij mij dat het Windows 15 was geweest of Windows 7.5, maar niet Windows 10. Toen ben ik een beetje gaan zoeken op het internet en toen kwam ik een stukje code tegen op een website. En dat stukje code wordt gebruikt door software en hardware van derden. Dat er een bepaalde functie moet worden uitgevoerd als de Windows versie met 9 begint. Hè, dat was vroeger was het natuurlijk voor Windows 95 en 98. Maar als dus Windows 10 dus Windows 9 had geheten, zonder een cijfertje erachter, dan had hij waarschijnlijk ook precies al diezelfde functies uitgevoerd. Dus dan waren er waarschijnlijk problemen ontstaan. Dus dat is de reden. Kijk, waarschijnlijk. Zeggen ze. Ja. Wordt er gefluisterd. Ja. Gaande gonst het van de geruchten. Ik heb een gimmick eigenlijk van ThinkGeek. Wat hebben ze gemaakt? Een USB lader voor in de auto. Ja. Niet zomaar eentje, maar eentje van de flux capacitor van Back to the Future. Okay. De auto. Nou, super gaaf. We zijn bijna 2015 immers. En dan hebben ze dus beloofd dat we vliegende skateboards krijgen. Ja, dus ja, weet je, volgend jaar dan gaan we die behandelen sowieso. Maar ja, voor nu moeten we het even hiermee doen. Het is super handig. Je stopt hem in de auto en je hebt de lichtjes van de flux capacitor. En het is, aan de andere kant is het twee keer USB ingangen. Okay. 1 keer 1 ampère, 2.1 ampère. Dus het is super gaaf om te hebben, vind ik. Meningen zijn daar misschien wat over verdeeld. Want ik denk als je als moeder zijnde wil dat je ooit nog oma wordt, zou ik hem niet voor je zoon kopen. Want ik denk niet dat er een meisje is die met je mee naar huis gaat. Doordat je dat dingetje in de auto hebt. Nee. Maar verder wel heel tof. En alleen bij ThinkGeek dus te koop. Dus volgens mij $25. Oh. Kopie. Ja, met invoerrechten en verzendkosten zit je zo op 150 euro. Ja, man. Hey Tom, onlangs hadden ze natuurlijk al het Apple-evenement op 9 september... waar de Apple Watch en de nieuwe iPhone 6 werd gepresenteerd en zijn grote broertje. Maar op 16 oktober is er weer een Apple-event. Oh? Ja, gaan ze gewoon weer nieuwe spullen laten zien. Er wordt gefluisterd dat er nieuwe iPads komen. Sowieso denken ze dat er een nieuwe iPad Mini, dat zou de iPad Mini 3 worden. Een nieuwe iPad Air, de iPad Air 2 is dat dan. En er gaan geruchten dat er ook een iPad Pro komt. Een iPad Pro is een iPad met een heel groot display. Oh, een 12,9 inch, dus dat is wel een joekel, ja, zeg maar. En, maar aan de andere kant, ik heb ook alweer geruchten gelezen dat die waarschijnlijk niet komt, omdat de fabrieken die moeten maken te druk hebben met het maken van de iPhone 6. Ah. En dan komt het waarschijnlijk in begin januari pas, die iPhone of die iPad Pro dan. Ja. Voor de rest wordt er gefluisterd dat ze allemaal nieuwe hardware gaan presenteren. De hardware die, waarvan ze zeggen dat gaat komen, zijn de nieuwe iMacs en een nieuwe Mac Mini, dat kleine computertje. En waarschijnlijk ook het nieuwe besturingssysteem Yosemite. Oh, kijk. Dus ja, dat is leuk, hè? Ja. En dat betekent meestal Yosemite, als ze dat presenteren, dat het een dag of twee dagen daarna kan je downloaden. Soms is het gratis, soms moet je betalen. Volgens mij was het de laatste keer gratis. En bij mij betekent dat meestal dat ik dan het gelijk ga downloaden en daarna dan achterkomende dagen daarna dat niks meer werkt. Hoe het moet werken en alle programma's die ik ooit gekocht heb, dat die dan nu niet meer werken. En dat ik dus heel het weekend alles opnieuw zit te installeren en mijn haar uit mijn hoofd aan het trekken ben. Een klein beetje dat ik nog heb. Dit is ook alleen maar gekomen van oude updates. Kijk, van, het is de Apple haar is dit. Ja, kijk. De Apple one cool. Maar nou had jij het net over de iPhone 6. Ja. En die buigt natuurlijk om. Daar is heel veel over geschreven, over gezegd en minder dan 1% hoorde ik van de...
Ja, zeggen ze. Maar, nou hebben ze in Japan dus een oplossing bedacht. Hij is vooralsnog alleen beschikbaar voor de iPhone 5S. Oké. En dat is namelijk dit. Zo, dat ziet er lekker uit, Tom. Meestal eet ik dat elke zondagmiddag om 12 uur bij de lunch. Ja, ik weet niet of je er meteen een hap van moet nemen. Maar in ieder geval, het voorkomt wel het doorbuigen uiteraard. Ja. Dit is de 5 Spices versie. 5S, 5 Spices. Dus misschien ook wel binnenkort beschikbaar voor de 6. Voor de 6? Ja. Ik weet niet of er dan ook een spice bij komt. Maar laten we het maar eens even gaan proberen. Heerlijk. Yummy. Lekker. Dit was de selectie van de nieuws die wij hebben gemaakt van de afgelopen periode. Nou, dan gaan we maar snel door naar ons project. Deze week project is iets wat bij mij thuis staat. Ja. Ik heb echt een supermooie plaatsspeler gekocht. Een platenwisselaar ingebouwd in een kast. Boxen eronder, boxen aan de zijkant. Echt supermooi. Versterken erin. Maar wat gebeurt er als je hem aanzet? Een enorme brom. Ja, die moet gewoon weg. Dat vind ik gewoon echt irritant. Het is denk ik wel belangrijk voor onze kijkers dat we even het verhaal van Tom met een korreltje zout nemen. Want ik laat even een plaatje zien van het prachtige installatie waar Tom het over heeft. Nou, dit is hem dus, die installatie van Tom. Ik ben er heel blij mee. Tom, ik heb één vraag. Hoeveel heb je oma hiervoor gegeven? Nou, best wel wat. Echt? Ja. Zaten alle platen van Louis Davids er nog bij? Of, Nee, ik heb wel een ruime collectie Neil Diamond inmiddels. Oh, ja, dat was ook fantastisch. Dat zat er ook gewoon in. Maar hij bromt. Hij bromt, ja. Er zitten boxen aan de onderkant, boxen aan de zijkant. En een van de boxen aan de zijkant, daar zit een enorme brom in als je hem aanzet. Dat is natuurlijk super irritant als je gewoon blijft luisteren. Ja. Dus dat moet er gewoon. Al wordt jouw muziekkeuze er wel beter op. Dus dat moet eruit. Dus ik dacht van, we gaan eens hem openmaken. En als we hem open gaan maken, wat gaan we veranderen? Nou, we hadden er even over nagedacht, ook jij in examen. Ja. En, we denken je hebt geluisterd? Ja, soms luister ik wel eens. Niet altijd, maar in dit geval wel. Ik heb buizen besteld. Oké. Dus ik dacht, laten we maar eens beginnen met het vervangen van die buizen. Ja. Gewoon allemaal. En was dat een kapitaal? Nee, viel reuze mee. Je moet wel een beetje zoeken op internet. Ja. Want je hebt wel bij zaken als Conrad en dergelijke, kan je wel buizen bestellen, maar niet alles. Dus je moet wel een beetje goed zoeken. Maar je hebt heel veel van die hobbyisten die vaak dingen opgekocht hebben. Heb ik het idee. Gewoon van oude voorraden, van dat soort zaken. En dan, ik had nu een mannetje en die moest je mailen. Kon je eventueel langskomen in de Hellevoetsluis, dacht ik. Okay. Maar er stond bij, ik hoor niet zo goed. Dus ik dacht, nou, dan gaan we maar niet heen. Met je hebt nog zo'n buizen gehoord. Ja, precies. Hallo? Dus daar heb ik ze van besteld. Het duurde een week of twee voordat ik ze in huis had. Maar inmiddels heb ik ze keurig in een doosje gekregen. En ja, vervangen. Oké. Dus, nou, ben jij er klaar voor, Tom? Ik denk, we moeten erheen. Dan gaan we erheen. 1, 2. Zo. Daar zijn we dan. We zijn nu bij Tom thuis. En dit is de geweldige installatie waar hij het de hele tijd over heeft. Ik zal een stukje naar achter gaan, dat je hem ook beter kan bekijken. Nou, Tom, dit is het dus. Hier zit dus de versterker en de plaatsspeler. En wat was er nou mee aan de hand? Nou, als je hem aanzet, dan gaat hij brommen. Oh. Dus aan die kant, deze box is goed, deze box aan deze kant is ook goed. Ja. Alleen aan die kant is niet meer goed. Nou, wat we dus even gaan doen is de achterkant openmaken, denk ik. Laat maar doen. Laat maar doen. Kijk eens even. Dus daar zie je de eerste buisje zo zitten. Gaan we aan deze kant ook eventjes. Dat is wel een goed idee, Tom. Eerst de stekker. Niet onbelangrijk. Deze draait, als dat lukt ineens. Ja, kijk eens aan. Dan gaan we de andere schroefjes ook even eruit halen. Je ziet maar weer wie het zware werk moet doen, hè. De binnenkant, een beetje stoffig, maar goed, dat heeft ook met de leeftijd te maken. En dan 1, 2, 3 buisjes, daarachter zit er nog 1, 4 en daar nog 1, 5 buizen. En nou hebben we die ook besteld uiteraard, dus die gaan we er ook even bij pakken.
Als je aan zijn oude radio gaat werken, dan moet je natuurlijk wel een beetje opletten wat je aan het doen bent. Sowieso moet je, net zoals Tom net heel verstandig deed, eerst de stroom eraf doen. Ook is het handig om die buizen even af te laten koelen, want die kunnen gloeiend heet worden. En als je die met je blote vingers aanpakt, dan blijven die echt aanplakken. Daarbij moet je heel voorzichtig te werk gaan. Deze voetjes aan de onderkant, die passen precies in de houdertje. En dat kan maar op één specifieke manier. Doe je dat fout, ja, dan kunnen de dingen kapot gaan. Hier zat ook een klemmetje op aan de bovenkant. Dat heb ik net per ongeluk kapot gemaakt. Dus dit buisje krijgt Tom van mij. Op mijn kosten kopen we die even nieuw. En Tom is nu even bezig. Wat heel belangrijk is als je... dit moet je gewoon rustig doen. Even de tijd voor nemen. Klaar? Ja. Of je doet het gewoon heel snel en heel goed zoals Tom net heeft gedaan. We gaan maar eens even luisteren of hij het weer doet. Gaan we doen. Alles zit erin. We kunnen er eigenlijk verder niks meer doen behalve uitproberen of hij doet of niet. Gaan we eens even kijken. Ga ik hem mooi aanzetten. En dan gaat hij lopen. Dat doet natuurlijk altijd een beetje opwarmen. Dus we horen hem al in de verte aankomen. Geen brontje, geen kraakjes. En welke plaat gaan we horen, Tom? I Dig Chicks van John Jones. Nou, ik zeg het klinkt fantastisch. Fantastisch, oké. Okay. Ik zeg succes en terug naar de studio. Ben je klaar voor? Ik klaar voor 1, 2. Zo, we zijn weer terug. Precies op tijd voor de kijkersvragen. Oké, de kijkersvragen. Dan gaan we snel naar de eerste brief. Ik heb hem hier voor me liggen van de heren Johan en Remco uit de Spaanse Polder in Rotterdam. Naar aanleiding van onze aflevering 0 van de laatste keer. Ik ga even citeren. Hierbij reageren wij even op jullie item over de homeplug in de aflevering 0 van de Gadget Dudes. De homeplug die moet je eigenlijk gewoon nooit gebruiken, deze heren. Want dan krijg je ruzie met alle zendamateurs in de buurt. Zo. Want dat blijkt een enorme storingsbron te zijn. Dus iets om over na te denken. Ja. En daarbij een tweede itempje. Moet je even goed luisteren. Oké. Daarbij lijkt het ons een goed idee als die lange kale Gadget doet. Ben ik dus. Zijn bril is recht op zijn neus zet. Oké. En dat we eens een keer goede microfoons kopen. Want het klinkt alsof we het in de kelderbox opnemen. Nou, van die kelderbox is waar. Ja, dat klopt. Want we hebben natuurlijk budget 0. Dus dat is microfoons hebben we aangeschaft. En die bril die zit nu met 2 punaises achter mijn oren. Dus dat komt helemaal goed. Johan, Remco, komt goed. Dan hebben we nog een reactie gekregen, ook naar aanleiding van aflevering 0, van de heer Huub L. uit Mijn Sierreland. Oh. En die schreef ons, misschien is het een goed idee als jullie sommige items ook eens serieus behandelen in plaats van overal een grap van te maken. Dan heb ik nog een vraag van meneer Roosendaal uit Roosendaal. Die vroeg ons het volgende. Die schrijft dat hij best wel vaak in het buitenland zit voor zijn werk. En is het hem opgevallen dat de internetverbinding in de hotelkamers vooral vaak erg slecht is. Ja. Daar moet je vaak best een hoop geld voor betalen. Ja. Soms wel een tientje per dag. En dat is dus niet echt handig, zeg maar, als je dan wil internetten. Je kan ook uiteraard kiezen voor roaming of lokaal netwerk. Maar dat is vaak ook gewoon vrij prijzig. Ja. Dus hij vraagt ons... of wij een andere oplossing voor hem hebben. Ja, die hebben we wel. Vaak zit er op de hotelkamer... heb je een bureautje. Zo'n gezellig klein bureautje waar je net niet achter kan. En ik in ieder geval met een grote lijf. Maar daar zit vaak nog de oude internetverbinding met Ethernet. Het komt ook wel eens voor dat ze het niet meer gebruiken. Dat het buiten werking is gesteld. Of dat ze er iets met combinatie met telefoon doen. Maar stop voortaan gewoon even een Ethernet-kabeltje in je laptoptas. En probeer het. En kom je nou vaak bij een bepaald hotel terug en het werkt, dan kan je er ook voor kiezen om een keer een klein wifi-zendertje te kopen. Wat erg handig is, dat zie ik ook vaak met mensen die bijvoorbeeld elke week naar Engeland moeten. Hè. Er zijn heel veel mensen die constant naar hetzelfde land moeten en elke week weer met een berg met van die pluggen kopen van elektriciteit en elke keer weer meeslepen. Ja. Ga gewoon daar naar de winkel en koop daar een oplader voor je telefoon of voor je computer. Is veel makkelijker, zeker als je dat de lange tijd hebt. Ja, weet je, dat haal je er gewoon uit. Nou, je kan ook bijvoorbeeld kiezen, sommige van die wifi-zendertjes die kosten 2 tientjes. Als je nou bijvoorbeeld 10 euro per dag betaalt voor het draadloze internet, heb je het in 2 dagen eruit. Dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat het werkt, maar heb je dat gecheckt, dan is dat een hele goede optie. Ga even naar een
een gadgetwinkel bij jou, bij daar in de buurt, bij het hotel. En koop gewoon even een zendertje, prik hem in. En je hebt internet in heel je hotelkamer op je eigen netwerk. En vaak is dat veel sneller dan het netwerk wat je moet delen met een heleboel anderen. Ja. Mooie is, je hebt wifi in bed en op het toilet. En dat is de belangrijkste plek waar je wifi moet hebben op vakantie. Zo is dat. Er zijn er ook nog andere oplossingen. Heb je een Apple computer, vooral de nieuwere, ik denk niet de deze type het kan, maar de nieuwere computers, daar kan je van de wifi ontvanger ook een wifi zender maken. Dat is een paar knopjes in je instellingsscherm omzetten. En dan de computer aansluiten met Ethernet op het internet. En dan kan je al je mobiele apparaten, die kunnen via de wifi van je laptop kun je gebruiken. Kijk. Dus dat is hartstikke mooi. Maak je eigen hotspot in je kamer. Daarbij heb je ook een nieuw apparaatje. Dat is de Asus WL330-0. Dat is een geweldig apparaatje. Kost €35. Dat is een kleine dongel. Die heb je tegenwoordig toch vaak nodig met de laptops die wat kleiner en wat dunner zijn. Want die hebben geen ethernetpoort meer, want die neemt veel te veel ruimte in. Wat ze dan hebben gedaan, hebben ze een soort dongel gemaakt dat je ethernet via USB 3. Hè, dan is het, nou, dan heb je helemaal geen verlies, dan heb je volop snelheid. En als je dat natuurlijk op je laptop hebt. En dan heb je ethernet op je laptop. Maar deze Asus, die dongel, dat is ook gelijk een zender. Kijk. Dus die maakt van de verbinding die je al hebt, maakt die ook nog eens een keer een wifi hotspot. En het grappige is dat je hem, als je hem ingesteld hebt, kan je hem ook gewoon rechtstreeks de ethernet aan de ene kant en rechtstreeks op je oplader in de muur doen. En dan heb je een wifi netwerkje aangezet. Dus ideaal. Helemaal mooi. Ja. €35 en je kan overal ter wereld kan je lekker internetten. Nou meneer Roosendaal, succes. Naar de winkel. Heb je ook een vraag, net zoals Johan, Remco, Huub of meneer Roosendaal uit Roosendaal? Dan kan je die mailen naar vraag@gadgetdudes.nl. En wij beantwoorden al je vragen. En dan gaan we nu over naar de Uber Gadget Dude van deze keer. Uber Gadget Dude. Ja, wat is een Uber Gadget Dude? Uber Gadget Dude is een iemand die uitvindingen doet. Ja, dat kan op alle manieren. En ook voor alle toepassingen. Ja, of mensen ons versteld doen staan of laten verbazen of oplossingen vinden voor problemen die er niet zijn. Vooral in dat laatste genre hebben we een persoonlijk favoriet van Tom. En dat is? Meneer Ed Baars. Ed Baars. Meneer Ed Baars is zeer bedreven in het uitvinden van dingen voor zijn eigen problemen. Ja. Het is vooral allemaal in de huistuin en keukensfeer. Denk aan wat moet je doen als je je sokken niet kan aantrekken, als je daar niet bij kan. Daar heeft Ed wat voor uitgevonden. Hij is nogal gefascineerd door het snijden van broodjes. Daar zijn een aantal uitvindingen voor bedacht. En ja, zo eigenlijk voor van alles en nog wat. Ook hoe je beleg op je brood kan smeren. Ja, vooral de dingen voor thuis. Geniaal. Ja. Het zijn eigenlijk, ik heb het kanaal even bekeken met rond de 100 filmpjes. Het zijn vooral oplossingen voor problemen die er niet zijn. Of die alleen bij Ed Baars. Het zijn er vooral Ed Baars problemen. Ja, dat filmpje wat we nu gaan kijken, dat is een filmpje over de hoes om het dekbed doen. Ja. En daar heeft hij een prachtige oplossing voor. En daar gaan we even samen met jullie naar kijken. Zo, het ziet er gezellig uit. Kijk. Zo. Een lastige klus kan dat soms zijn. Lastige klus, dekbed. Hulp zijn. Ed Baars is vrijgezel, neem ik aan. Ik heb mijn vrouw Baars nog nooit gezien. Misschien is ze wel, dat zou kunnen. Ik denk als ik hier met een wiel in de woonkamer kom om een apparaat te maken om onze dekbedhoes mee erin te doen, dat mijn vrouw dat niet heel erg leuk vindt. Kijk, wow, spoken! Oh, Ed heeft dezelfde kapper als ik. Voor mensen die het niet doorhebben, dit is bij Ed thuis opgenomen. Dit is niet in de studio. Ja, maar dan zie je dat hij vrijgezel is. Kijk, eens, één persoons apparaat. Eén persoons dekbed. Ja, of twee keer één. Twee keer, heel gezellig. Dat gaan we opnieuw. Nou, dat zit vast. Ja, kijk handjes. Hoop. Koekoek. Hoi. Je pakt een hoeslaken. Kijk. Hier komt het belangrijkste. Het hoeslaken. Aan de achterkant. Mag ook een ander printje zijn. Dat moet minimaal een meter breed open zijn. Persoonlijk is dat niet zo. Dus moet je dat veranderen of een andere hoeslager kopen? Knippen. Kan je ook open knippen, ja. Je hoeft niet gelijk een ander dekbed te kopen omdat S-Baars een
uitvinding niet werkt. Kijk eens even. Probeer ik dat op te schuiven. Ja? Over het statement. Gemakkelijk voor nou. Mensen met rugklachten. Ja, dat gaat hier van weg. Over het apparaat. Staat het te gebruiken. Staand, ja. Je zittend lijkt me vrij lastig. Oh, dat kan ook nog wel. Ja. Multifunctioneel. Ik heb daar een waslijn voor thuis. Ja. Voordeel van deze uitvinding is dat je Ed Baas niet zoveel ziet. Is op zich ook wel fijn als je wel getrouwd bent. En ik schuif dus van links. Kijk eens. Naar rechts en heb ik ze allebei. Hartstikke idee. Kijk eens. Het schijnt dat je door dat apparaat ook waanzinnig goede wifi-ontvangst hebt in huis. Kijk eens even. Nou, dit gaat, heel soepel, Ed. Je bent er bijna. Ja. Nou, ja, kom op, Ed, je kan het! Hey! Hey. Dat is Ed. Show. Aan je toe. Ja. Tuurlijk. Leuk ding ook voor in de kamer. Ja, gezellig. Gezellig apparaat voor midden in de kamer. Als je maatje groter is, kan je de televisie opkijken met een bieletje. Ja, de tweepersoonsversie die krijg je niet in je kamer in. Dan geef ze over en op en laten zien. Ja. Protofilm. Ciao. Ciao. Oké. Okay. Nou, ik vind het netjes, Ed. Dat ziet er goed uit. De hulpstuigen standaard om je hoeslagen te wisselen bij je tablet. Top idee. Top idee. Top idee, Ed. Hoor. Hij is er vanaf. Heb je ook leuke filmpjes op het internet gezien die wij kunnen laten zien in Uber, in de Uber Gadget Dude? Of ben je een Uber Gadget Dude? Of ken je een Uber Gadget Dude? Mail. Stuur. We zien het wel verschijnen in ons mailboxje. Vraag het de Gadget Dudes. Gadgetdudes.nl. Hé? Zo is dat. Zo is dat. Dat was het weer voor deze keer. Maar we verlaten jullie natuurlijk niet zonder onze 5 weergeloze Gadget Dude tips. Maak altijd een backup van je werk. Bekabeld is bijna altijd beter dan draadloos. Maak altijd een backup van je werk. Voor je een helpdesk belt, zet even zelf het apparaat aan en uit. En natuurlijk, maak altijd een backup van je werk. Hij is Tom. En hij is Quinn. En wij waren de Gadget Dudes. Tot de volgende keer. Als je iets met gadgets doet, kijk dan naar de Gadget Dudes. Laat de gadget nieuws zie je bij de gadget nieuws.